Ja, gewoon mijn vrienden en familie vooral. Maar toen je 16 was, ging je naar Engeland. Dat is zo jong. Ja. Hoe was dat dan? Ja, het was niet makkelijk, maar gelukkig hadden mijn moeder en mijn zusje mee. En dat heeft superveel geholpen. Ze zijn heel belangrijk voor me. Ze hebben alles achtergelaten voor mij. Vandaag is mijn gast in de oranje zitzak. Juan Familia Castillo. Welkom terug bij Ajax. Dankjewel. Want vanaf 2009 tot 2016 speelde jij in de jeugd van Ajax. Ja. Toen ging je naar Chelsea. En deze zomer ben je weer op huurbasis teruggekomen. Waarom besloot je terug te komen naar Amsterdam? Nou, ik ben sowieso in Amsterdam, dus terugkomen is altijd een optie. En ja, eerlijk gezegd had ik soms ook wel een beetje heimwee. Kun je me nog vertellen waarom je toen naar Chelsea ging? Ja, ik voelde gewoon dat ik me daar erg goed kon ontwikkelen vanaf mijn 16e tot mijn 19e. Tempo ligt wat hoger. Je moet lichamelijk gewoon in een goede conditie zijn om daar te kunnen functioneren. En ik denk dat ik daar wel wat stappen in heb gemaakt. Have a seat! Gewoon, ik heb een aantal persoonlijke vragen voor je en ik ben benieuwd wat je gaat antwoorden. Yes, kom maar op. Dit is mijn favoriete plek op het veld. Ja, de zijkanten vooral. Je hebt middenveld gespeeld, ook achterin gespeeld. Ja. Wat vind je dan leuker? Ik vind het middenveld eerlijk gezegd toch wel wat leuker. Dat komt gewoon omdat ik graag aan de bal ben. Dit vind ik het allerlekkerste eten. Het is een Dominicaans gerecht. Dat is dus gewoon rijst met bruine bonen en kip. Dat vind ik het lekker als mijn moeder het heeft gemaakt. Als ze dat maakt, dan ja, daar zit ik als eerste aan tafel. Dit heb ik het allermeeste gemist toen ik bij Chelsea voetbalde. Ja, gewoon mijn vrienden en familie vooral. Maar toen je 16 was, ging je naar Engeland. Dat is zo jong. Ja. Hoe was dat dan? Ja, het was niet makkelijk, maar gelukkig hadden mijn moeder en mijn zusje mee. En dat heeft superveel geholpen. Ze zijn heel belangrijk voor me. Ze hebben alles achtergelaten voor mij. Heb je wel eens gezegd tegen hun van, joh, dat is wel eigenlijk fantastisch dat jullie dat gedaan hebben? Ja, eerlijk gezegd niet zo direct eigenlijk. Het kan nog, hè? Ik ben heel blij dat jullie zijn meegekomen en ik hou superveel van jullie. Met deze persoon zou ik best wel eens een avondje uit willen. Dan ga ik toch voor Floyd Mayweather. Wat zou je gaan doen? We zouden gewoon naar de club gaan, een beetje feesten. Als ik een superkracht zou hebben, dan zou dat deze superkracht zijn. Gedachten lezen. Dat je toch altijd weet wat iemand denkt, dus je kan je daar op aanpassen. Dit is mijn ritueel voorafgaand aan de wedstrijd. Ja, ik hou gewoon van om goed te douchen voor de wedstrijd. Ik bel mijn moeder altijd voor een wedstrijd. Ik ga gewoon even praten. Ja, dan kan ik het veld op. Is ze ook bij de wedstrijd altijd? Nee, ze kan er niet zo goed tegen als ze zeg maar ons keihard tegen elkaar zien vechten. Ze vindt het altijd zo zielig voor dat andere team die verliest. Dus, wat lief van je moeder. Dit is mijn doel dit seizoen. Gewoon zoveel mogelijk ontwikkelen. Leer elke dag superveel hier. En ja, nu gewoon een stijgende lijn oppakken. Oké, gewoon, dan gaan we nu een zitzak werpen. Ah! Het is 8,5 meter. Nou, daar ben ik niet zo blij mee hoor. Gewoon, dankjewel. Is goed. Maak wat van dit seizoen. Yes. En ik hoop dat je hier blijft. Ja, ik hoop het. Inside Ajax. Iedere vrijdagavond op Ziggo Sport. Gratis voor Ziggo klanten.